Vermeulen weggestuurd door Wijnstekers. Vermeulen klopt Niel. En nu het vervolg. Grobbelaar mist. Been ook. Johnston. Soenes. Lorentzen. Wijnstekers onderschept. Cruijff. Alleen. Net aangeraakt. Cruijff gaat door en scoort. Wijnstekers dreigt te schieten. Paas met links naar Johan Cruijff. Eén Engelsman voorbij. Lorentzen en Niel proberen iets. Cruijff draait kort. Valt bijna. Van der Laar past goed de voordeelregel toe. En met links onder Grobbelaar door. 1-0 voor Feyenoord in de 8e minuut. Troost. Been. Stafleu. Ik dacht dat dit buitenspel was voor Been, maar hij mag doorgaan. Daar is de voorzet. Niel voordat Grobbelaar kan ingrijpen. Hoekschop. Eerste hoekschop voor Feyenoord. Vermeulen. Grobbelaar komt. Mist. Houtman mist ook. Wijnstekers en Stafleu. Cruijff. Hele mooie paas op Henk Duut die goed is doorgelopen. En nu. Dit. Been. Wijnstekers ineens. Schitterende aanval van Feyenoord met een prima schot afgerond door Benny Wijnstekers. Nikkel de verdediger. Met Wijnstekers de verdediger. Dalglish die altijd aanspeelbaar is. Hodgson en dit is de kans op de gelijkmaker. Die komt dan ook heel ongelukkig. Het is Lorentzen die scoort. Verwarring daar in de Feyenoord defensie. Lorentzen die kan uitzoeken. Paal. Ja, en dan het hoofd van Hiele. Maar hij had eigenlijk ook moeten zitten. Een verdiende goal. 1-1. 15e minuut. Houtman had iets leuks in gedachten. Wijnstekers. Wel getackeld door Dalglish. Ik dacht dat er niets aan de hand was. Dat vindt Dalglish trouwens zelf ook. Goed doorgelopen Hoekstra met de mogelijkheid om te scoren. En hij doet dat niet. De bal komt op de paal. De kans voor Feyenoord om op 2-1 te komen. André Hoekstra. Grobbelaar kansloos. De paal voorkomt het doelpunt. Been. Troost gaat mee. En Dalglish kijkt. Zo hoort het in de moderne voetbal. Hij verdedigt mee. En dan is Hensen attent. Maar toch kan Troost doorgaan. En Vermeulen moet scoren. Op de doellijn gered door Niel. En dan is Liverpool meester via Grobbelaar. Troost die uitstekend meegaat aan de buitenkant. Ook verdedigd wordt door Dalglish. Maar Troost is sneller. Dan laat Dalglish het aan Hensen met nummer 6. Die wordt ook uitgespeeld. En dit is heel goed wat Troost doet. Hij legt de bal terug op Vermeulen. Die eigenlijk moet scoren. Maar Niel voorkomt dat. Goed ingekomen van Stafleu. Briljant gezien natuurlijk ook van Cruijff. André, daar had je meer mee moeten doen. Dat vindt hij zelf ook. Dat kan eigenlijk alleen maar Cruijff. Die ziet dat gewoon. Stafleu die natuurlijk ook goed vrij loopt. Ja, en dit was 2-1. Had het moeten zijn. Dat is het niet. Duut, Cruijff. Vermeulen weggestuurd. Opnieuw dus een prachtige paas van Cruijff. En dit is hem dan. 2-1. Moest er natuurlijk een keer van komen. Weer zo'n briljante paas van Cruijff. Buitenkant rechts. Vermeulen die precies op tijd vertrekt. En hij behoudt de rust, de kalmte. Speelt Grobbelaar uit.
en scoort met rechts. 2-1, 3 minuten voor rust. Cruijff sturend, gebarend, regisserend en de passes geven. Zelf scorend eerst en daarna Vermeulen het laten doen. En nu temporiserend. Kortom, Feyenoord zal zich aan moeten passen aan Johan Cruijff. En niet andersom, zoals vrijdag tegen Standaard nog het geval was. Toen werd Cruijff te veel voorbij gelopen. Kijk, kijk. Van Hanegem kon dat in zijn goede tijd. En Cruijff kan dat natuurlijk. Het zijn er maar weinig. Troost. Cruijff. Liverpool kijkt bewonderend toe. Wordt nu van het kastje naar de muur gestuurd. Maar zal ongetwijfeld in de tweede helft met een antwoord komen. Zo zijn Engelsen. Stafleu doet. Hoekstra, randje buitenspel, gevlacht en gefloten. Lorentzen Dalglies, omdat Troost slecht uitverdedigde. En Lorentzen is goed doorgelopen. Schitterende lop over hielen heen. Het is 2-2, ja toch. Troost verdedigde verkeerd uit. Lorentzen loopt goed door op de paas van Dalglies. Hielen komt uit zijn doel, raakt hem ook wel. En evenals bij het eerste doelpunt van Lorentzen, heeft Hielen opnieuw pech. 2-2, 5e minuut tweede helft. Wijnstekers goed doorgelopen op die ingooi van Cruijff. En dat is een strafschop, omdat Wijnstekers werd aangetikt door Phil Neal. Kijk, Wijnstekers vertrekt en Cruijff ziet dat. Wijnstekers gaat het strafschopgebied in. En wordt, ja, maar ten nauwe nood aangetikt door Neal. Ik denk dat het een ongelukje is, maar Van der Laar heeft een penalty. Houtman is bij Feyenoord de specialist in dit soort zaken. Boem, droog, Grobbelaar kansloos, 3-2. De sprintende man daar is Nikkel. Voorin is Hodgson. Oeh, wat speelt Nikkel Wijnstekers daar makkelijk uit. Dalglies kan schieten, het is 3-3. Precies op tijd vertrokken, Steve Nikkel. Wijnstekers wil ingrijpen, maar Nikkel speelt hem heel simpel uit. Kan de korte hoek kiezen, doet dat niet. Dalglies scoort, 3-3. Goed gewerkt van Stafleu. Houtman ook. Been. Liverpool maakt het veld klein. Hoekstra, prima vertrokken op die paas van Been die ook goed was. En nu? Teruggelegd, Vermeulen. Oh, Grobbelaar. Toch weer een goed antwoord van Feyenoord na die gelijkmaker van Dalglies. Hoekstra die prima vertrekt op die goede paas van Mario Been. Goed terugtrekt. Houtman. En Vermeulen en miraculeus Grobbelaar. Er is niemand voorin. Behalve Vermeulen daar, maar die wordt goed gedekt door Phil Neal. Been. Vermeulen. Cruijff gebaard terug. En Vermeulen begrijpt dat. Wijnstekers, weer zo'n schitterende paas buitenkant rechts. Het lijkt wel biljarten. Wijnstekers doet dat na en dan Houtman. Oei! Dit zijn hele fraaie voetbalhoogstandjes. Cruijff, Wijnstekers die dat begrijpt. En dan hetzelfde doet. Kijk maar, ook buitenkant rechts. Houtman komt inlopen, raakt hem, rakelings. Hansen. Soenes met opmerkelijk veel vrijheid daar. Hielen komt eruit, Soenes ziet dat prima. Daar komt Feyenoord goed weg. Opmerkelijk veel vrijheid voor Soenes, omdat Stafleu niet in zijn buurt is deze keer. Hielen komt, Soenes lift, een metertje over.
Met nummer 12 komt Van Til de laatste 8 minuten nog in het veld. De laatste 8 minuten zijn nog voor nummer 12 Wim Van Til. Stafleu gaat eruit. Beide ploegen spelen nu voorzichtig. Het lijkt op een onbeslist af te stevenen. Sammy Lee. Vrijheid voor David Nest. Die zoekt het hoofd van Hodgson. Via Troost een hoekschop. Een minuutje nog. Sammy Lee. Steve Nicol. Wordt weinig risico meer genomen, kijk. Beide ploegen hebben veel gegeven. Dolk Lies dan nog een keer, maar hij staat buitenspel. Scoort wel. Van der Laar zag het eerst niet. Maar kijk nu goed naar zijn grensrechter. En die zag het wel. Kijk maar, Soenis. Dolk Lies staat randje buitenspel. Omdat nummer 3 Troost er precies op tijd uitkwam. En dit feestje gaat dus niet door. In de laatste seconde van de wedstrijd, die prima voetbal bracht, 6 doelpunten.